Hey, hallo, hierop. Ik ga vandaag voor jullie testen de AirHawks FPV Race Drone. Het moet iets geweldigs zijn en we gaan het straks ontdekken. Ik sta er nu bij, ik moet een handleiding pakken. Kijk, hij is... Oh, kijk dan joh, dat is echt cool. Wat gaaf. Heel hoog. Als het goed kan je hem ook draaien, dan kan je met de camera opnieuw komen. Ja, klopt. En ik denk dat het moet. Landen. En landen? Mm-hmm. Nou, daar zijn we weer. We zijn wat aardig aan het vliegen geslagen. We vinden het echt hartstikke leuk. Je moet er wel een beetje behendigheid in krijgen. Dus dat is vaak wat beoefening en oefening. Ook leuk om met de camera natuurlijk overal te kunnen kijken. En zeker als je dat... Dat ding, hoe heet die Marion? Dat ding op je kop zitten. Deze. Deze, er staat. De AirHawk. En Rocco. Ja, ik vind de drone geweldig. En je kan er lekker hoog mee vliegen. Ik heb het zelf geprobeerd en met die bril en ik kon alles zien. Dat is geweldig. Dus ik heb er geen nadelen aan. Behalve dat hij snel leeg is en lang moet opladen. Ja. Maar dat hebben we bijna iedere drone. Die andere drone had voor jou dat toch ook? Die andere? Ja, die kleine stunt drone die ik had, laadde een uur op en ik kon er 10 minuten mee vliegen. Ja. Nou, met deze ongeveer ook, hè? Ja, nou, we hebben hem niet helemaal volledig opgeladen, dus we kunnen dat niet helemaal zeggen. Maar hij is best snel leeg. Nou, ik vind het ook een hartstikke leuk ding. Al was ik meer bezig om de ding uit de boom te halen en uit de tuinen te plukken. En ik ben blij dat ik niet op een dak ben beland ergens waar ik op moest klimmen. Want dat heb ik dan, daar liet ik hem maar voor naar beneden storten.